Vandaag moet ik op 70 verschillende manieren proberen dood te gaan in Minecraft. Nou, laten we hopen dat dit werkt. Goed, we zijn aangekomen in kamer 1, oftewel level 1. En we moeten hier zien te verdrinken. Dat is in principe heel simpel. Ik denk dat ik gewoon een hoekje ga staan en dan gewoon hier water ga plaatsen. En dan hopen dat ik gewoon verdrink, denk ik. 70 manieren vinden om te sterven, jongens. Oh, dit gaat ook wel even duren. Nou, daar gaan we. We verliezen hartje voor hartje. En voordat je het weet, boom, zijn we dood. Hoppakee, level 2 in kampvuur. Oké, dat is in principe simpel. Ik denk dat ik gewoon op een kampvuurtje moet gaan staan. Ga ik dan dood? Nee. Jawel, dan ga ik langzaam dood. En een blauw kampvuur. Oh, dat gaat nog sneller. Hoppakee. Level 2 is ook gehaald. Level 3. Helios. Wat is dit? Ik weet niet wat het is, maar ik denk dat ik gewoon in de lava ga staan. Dat ik dan gewoon dood ga. Dat lijkt mij de simpelste manier wat ik hier kan doen. Zo, dan zijn we naar level 4. Promentius. Dan moeten we gewoon in de fik staan. Oké, dat is ook heel simpel. Tot nu toe zijn het hele simpele levels, jongens. Maar het zijn er 70. Dus je kan je voorstellen hoe moeilijk het uiteindelijk gaat worden. Hey, alles in de fik. Dood. Level 5. New York Mining Disaster. Oh, dit is gewoon TNT. Maar hoe gaan we dit af... Oh. Ah. Ja. 1 en 2. Boom. Hoppakee. Level 6. Even kijken. Fall damage. Ik moet doodgaan door fall damage. Meen je dat? Moet ik doodgaan door fall... Weet je hoe lang dat gaat duren? Moet ik elke keer naar boven bouwen. Tonk. Zo. En dan regen ik eerst. Dus ik moet eerst wachten tot ik honger krijg. Maar ja, dan moeten we een paar keer voor naar beneden vallen. Tot mijn hartjes niet meer teruggenereren. Ja, dat gebeurt nu al. Oh, joh, dat gebeurt nu al. Niks aan de hand, jongens. Niks aan het handje. Op deze manier gaan we langzaam dood. Tonk. En tonk. En tonk. Tonk. En tot slot de allerlaatste met een 360. Jeeponk. Goed, level 7. The Gates of Hell. Nou, laten we maar naar de Nether gaan. Geen idee wat er gaat gebeuren. Misschien gaan we dood. Een klein gokje. Een klein gokje dat... We zijn gewoon in de Nether. Laten we gewoon gelijk de lava inspringen. Laten we gewoon letterlijk gelijk de lava inspringen. Gewoon direct doodgaan en weg hier. Hoppakee. Level 8. Gravity blocks. Ah, ik denk dat ik weet wat ik moet doen hier. Ik denk dat ik mezelf even netjes inbouw, zoals dit. En dan gewoon... Zo mezelf laat suffocaten. Ja, that's it. Gewoon letterlijk stikken in het zand. Mezelf ingegraven ondergrond. Wel leuk. Je merkt dat je een beetje... Kijk, nu hebben we nog maar een beetje Minecraft-kennis nodig. Maar je merkt dat je telkens iets meer Minecraft-kennis nodig hebt hoe verder je komt. Je moet door redstone doodgaan. Oké, en ik heb pijlen. Dus dat betekent dat ik gewoon heel simpel... Even kijken. We gaan een leuke constructie hiervan maken, jongens. Hier doen we een dispenser. We doen hier eentje. Daar doen we een stack in. Daar doen we een stack in. Oh, maar ik heb wel redstone. We moeten hem eentje lager doen. Oh, maakt niet uit. We kunnen hem eentje lager doen. Plaatsen we even de arrows hierheen. Zo, doen we zo hier een halfje in. En doen we hier een halfje in. Doen we hier een halfje in. En doen we hier een halfje in. Plaatsen we hier de pressure plate. Dan gaat de redstone van de pressure plate gaat hierheen. Zo. En dan doen we deze doen we ook eventjes. Zo, hoppakee. Als het goed is als ik dan hier sta. Even kijken. Ja, kijk, dan schieten ze allemaal op. Nou, dan is het nu een kwestie van gewoon... Doodgaan. Gewoon doodgaan door de pijlen. Schiet me neer. Schiet me neer, jongens. Jullie kunnen het. Allemaal. Hoppakee. Level 10. Nog een keer een redstone systeem. Oké. Hoe gaan we dat nu doen? Ik denk dat ik hetzelfde moet doen als net. Dat ik mezelf moet laten suffocaten door dirt. Alleen nu door een redstone constructie. Noem je dat? Gewoon een redstone bouwwerk. Even kijken. Wat nou als we hier deze doen? Dan daar de dirt tegenaan. Dan even kijken. Dan heb ik deze niet nodig. Zo. Nou trouwens, dit zal genoeg moeten zijn. Hier eentje. Dus maar het enige wat ik hoef te doen is mezelf hier in te bouwen. Daar redstone te plaatsen. En dan... Oh, dat werkt natuurlijk niet zo. Wacht, dat werkt niet zo, jongens. Wacht, ik kan bukken. Dat is het probleem. Het moet anders. Het moet anders, jongens. Het moet eentje lager. We gaan het anders doen. Komt-ie. We doen zo. Dan doen we hier twee redstone systemen. Zo. Dan doen we daar deur tegenaan. Die gaan mij plat drukken. Maar dan moeten we wel nog even kijken. Waar moet dan die toorts geplaatst worden? Volgens mij kan ik gewoon heel simpel zoals dit werken. En als we dan even kijken... daar de toorts plaatsen. Trouwens hier. Ja, kijk, daar gaan we. Daar gaan we. Hoppakee. Probleem opgelost. Ik ben zelf niet een expert in redstone, jongens. Redstone is wel een van mijn zwakkere Minecraft-punten. Maar dit soort kleine, simpele dingetjes moet wel lukken. Zijn we toch dood gegaan? Hoppakee. Nou, oké. Een cactus. Dat is heel simpel. Gewoon tegen de cactus aanstaan. Of gewoon op een cactus staan doen we trouwens. We hebben wel een parcours op zijn minst nog. Ze hebben niet voor niks een parcoursje gemaakt. Gaan we hierheen parcouren. Kijk. Naar de hoogste. Nee! Ik wil wel nog naar de hoogste parcouren voordat ik dood ga. Nee, ik ga het niet redden. Ik ga dood. Ik ga dood. Het is de eerste keer dat ik verdrietig ben dat ik dood ga. Goed, level 12. Oh, dit zijn gewoon van die... Dan krijgen we letterlijk, hoe heet die pose? Wither effect krijgen we hiervan. Dit is denk ik het makkelijkste level tot nu toe. Ik hoef gewoon rond te lopen en we gaan dood. Maakt niet uit waar ik sta. Maakt niet uit wat er gebeurt. We gaan dood. Level 13. Oké, dit is ook weer een hele simpele. Hier gaan we dood door de bush. Door de berries. Berry bush heet dat volgens mij. Kan ik ze wel? Ja, ik kan ze wel planten of krijgen. Ik kan er misschien nog eentje opeten.
Laten we er eentje opeten hier. Hier, we eten er lekker eentje op. Zo, even goed gaan we dood natuurlijk. Je moet wel doorheen lopen. Als je stilstaat, ga je niet dood. Maar als je loopt, ga je wel dood. Goed, level 14. Animal Farm. Oké. Okay. Zombified prickly. Oh, dit gaat echt helemaal fout. Kom maar, jongens. Kom maar, ik ga er zoveel mogelijk spannen. We gaan ze allemaal spannen. Het enige wat ik dan hoef te doen is er eentje te slaan. En dan worden ze allemaal boos op me. Jullie weten hoe zombie piglins zijn. Komt ie, hè? 1, 2, jongens. Vallen maar aan. Kom maar. Kom maar, jongens. Zo, dat ging snel. Oké, dat ging heel snel. Level 15. Een wolfspan egg. Oh, dit is letterlijk hetzelfde idee. Je hoeft er maar eentje aan te vallen. En dan ga je... Dit is trouwens denk ik al genoeg. Kom maar, jongens. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Hoppakee. Level 15. Oké, nu moeten we verdrinken, denk ik weer, of niet? Een dolfin. Drowning is... Je mag niet verdrinken hier, hè? Moet ik dan door dolfijnen doodgaan? Nee, toch? Ik denk dat ik gewoon moet verdrinken. Ik denk dat ik gewoon moet verdrinken. Oh, we kunnen niet verdrinken. Oh, hoe doe je dat dan? Kan ik dolfijnen slaan? Vallen ze me dan aan? Vallen dolfijnen me aan als ik ze sla? Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik deze doen? Er is nog even een mysterie voor me. Ik ga ze gewoon slaan. Misschien vallen ze... Oh, ze vallen me aan! Oh, joh, ze vallen me aan! Oh, dan ga ik er zoveel mogelijk slaan. Dan ga ik er zoveel mogelijk slaan. Jongens, pak me maar. Pak me maar. Kom maar. Ik span nog even meer van jullie. Val me maar aan. Ik moet dood. Ik moet neer. Ik moet neer. Komt u maar. Hoppakee. Level 17. Omdraaien. Oh, ik kan gewoon de void in springen. Oké, okay, nou doei. Daar gaan we. Springen gewoon de void in. Dat was ook wel een heel makkelijk leveltje. Level 18. De blacksmith. Oeh, dit is en veel op mijn kop laten vallen. Komt ie. En dat is 1. Zo, jeetje. En dat is 2. Oh, en 3. 3 was al genoeg. Level 19. Vuurwerk. Oké. Okay. Heb ik een lightra om? Nee, hoe ga ik dit doen? Dit gewoon... Oh, hij ontploft ook. Even kijken, hoe ga ik dit doen? Vuurwerk doet damage, maar hoe kom ik op het niveau van het vuurwerk? Hoe zorg ik ervoor dat het vuurwerk ontploft waar ik sta? Want het ontploft nu hierboven. En ik weet dat het vuurwerk damage doet. Oh, op deze manier. Ik moet hem achter de kist plaatsen. Hier, kijk, achter de kist en dan bam! Oh, nee, huh? Achter de kist. In het hoekje hier. Ja, dan blijft hij hangen. En dan moet hij hier ontploffen. Boom, we hebben hem. Level 20, Gold Rush. Oké, wat gaan we doen? We hebben een minecart. En dan moet ik denk ik ervoor zorgen dat ik hier suffocate. Dus wat we gaan doen is hier gewoon een systeem heen en weer bouwen. Ik denk dat dit letterlijk al genoeg is. Ik hoef letterlijk niks te doen. Ik zit al helemaal een systeem te bouwen. Maar ik kan gewoon erin gaan zitten. En we kunnen suffocaten. Langzame, pijnlijke dood. Maar hij werkt wel. Drowning. Oké, okay, ja, hier kan ik niet drownen. Maar ik kan wel doodgaan door de bodem hier. Ik hoef letterlijk alleen tegen de bodem aangeplakt te zitten. Want dit is natuurlijk een magmablok. En een magmablok zorgt ervoor dat je niet kan verdrinken. Maar als je hem aanraakt, doet hij wel heel veel pijn. Zoals je kan zien, want we zijn dood. Level 22. Moet ik weer verdrinken? Dat kan niet. Huh? Lava buckets. Moet ik mezelf suffocaten? Is dat het? Dat ik dan dit plaats, dan wordt het obsidian en suffocate ik. Nee. Wacht. Misschien toch wel. Ja, kijk. Nee. Huh? Ik heb een idee. Ik heb een idee hoe we dit gaan doen. Want drowning zal het niet worden. We zouden niet kunnen verdrinken. Als ik die nou eerst daar plaats, dan die daar. Dan die daar. Die daar. Dan vervolgens... Deze hier doe. Dan zal het water verdwijnen. En dan zou ik mezelf... Oh, nu zit ik vast. Ik zit vast. Nee, nu zitten we vast. Ik kan ook niet door... Ik denk, ik ga wel door de lava dood. Maar dat werkt niet. Oh, misschien kan ik uitbreken. Misschien kan ik uitbreken. Oké, okay, we kunnen een soort van uitbreken, jongens. We kunnen een soort van hier uitbreken. Dan kan ik gewoon in de void vallen en dan zijn we dood. En hebben we het op die manier gedaan. Zolang we even die ijzerblokken breken hier. Duurt heel lang, maar ja, het is beter dan obsidian breken. Nou, 1, 2... Hoppakee, en dan springen we gewoon naar beneden. Dan gaan we op deze manier hebben we de map gehaald. Op onze eigen manier. Juist, dood, hoppakee. Waar zijn we? Wat level is dit? Er staat niks bij. De dinges werken niet. Een boog, instant harming en een normale. Dan laten we deze even weg doen. En dan gewoon zo. Komt ie? Donk. En donk. Zo, level 24, Aquaman. Oké, een trident. Ik denk dat het hetzelfde hier is. Oh, volgens mij vliegen we erachteraan. En dan is het fall damage. Nee, dan is het geen fall damage. Oh, dat is gewoon de void inspringen. Hé, nu kunnen we wel van level naar level, jongens. Kijk dit nou. Hier, hoppakee. Laten we trouwens gewoon heel snel de void in gaan. En doorgaan naar het volgende level. Komt ie. 1, 2. En boom. Level 25. De cupbearer. Oeh, oké. Okay, die is wel goed. Die niet. Die niet. Instant damage. Poison. Instant damage. Damage. En deze. Laten we deze gewoon allemaal drinken. Dit kan niet goed gaan.
Dit kan niet goed gaan wat ik nu mezelf aandoe hier. Nee, dat kan het zeggen. Hoppakee, level 26, Death Note. We hebben een muziekje, Pickstep. Laten we die erin doen. Wat doet dat? Ah, simpel, maar duidelijk. Oh nee, nu staat muziekje ergens. Nee! Hier, jukebox is uit. Hoppakee. Wat is dit? We hebben een boekje. En voor de rest, that's it. We hebben honger. En er staat gewoon in iets over eten. Ik denk dat we gewoon honger hebben en dat we doodgaan door de honger. Dus we moeten hier gewoon geduldig afwachten. En dan gaan we. Huh? Moet ik nu... Hoe ga ik mis... Oh, nee, gewoon door rondrennen ga ik dood. Oh, dit is wel echt een hele trage dood. Oh my days, dit is echt de traagste dood tot nu toe. Oh, dat duurt lang. Nou, 2 jaar later zijn we inmiddels maar... Boom, we hebben hem. Level 28 alweer. Even kijken, we hebben hier een Mighty Mjolnir. We hebben Channeling en we hebben een Lightning Rod. Laten we dan die Lightning Rod plaatsen. En dan komt hij. Boom! Oh, natuurlijk werkt dit. 1 en 2. Boom! Natuurlijk werkt het weer. Ik denk dat ik dit nog een aantal keer moet doen. Dit ding hier opschieten. En dan zal de bliksem zal mij raken en vermoorden. Nou, op zich zijn de levels wel makkelijk. Sommige levels zijn wel makkelijk. Slenderman. Oké, dit is letterlijk gewoon een Enderman. Wat is dit? Het of... Huh? Dat doet niks. Oh, oh. Hey, gewoon doodgaan door damage. Hoppakee. Ik dacht echt veel moeilijker nadat dat ik daadwerkelijk was. De end. Moet ik naar de end gaan? Oké, prima. Laten we maar doodgaan door de Ender Dragon. Dat zou wat zijn, hè? Of door gewoon een Enderman aan te kijken. No way dat ik echt naar... Huh? Ik ben ook gewoon in de end. Dat meen ik. Ik wil dood door de Ender Dragon. Ik wil dood door de Ender Dragon, jongens. Kom maar op. Kom maar op, Ender Dragon. Ik kan ook wel een Enderman aankijken. Maar ik wil eigenlijk liever dood door dat grote monster daar. Kom maar hier, knul. Kom dan. Ik ben voorbereid. Ik ben voorbereid. Doe iets. Schiet een vuurbal of zo. Nou, daar komt hij, hoor. Ik incasseer hem. Nou, dan gaan we dood door de damage hier. En dan ben ik waarschijnlijk dood gegaan door de Ender Dragon. Level 31. Even kijken. Een Iron Golem. Laten we gewoon een paar spannen. Een paar Iron Golems slaan. Dan worden ze boos op me. En dan... Jeetje, wat zijn die dingen sterk. Level 32. Wat hebben we hier? Een pickaxe met efficiency. Oké. Kan ik dan gewoon... Oh! Kijk, dat is leuk. Dat is leuk. Ja, dat vind ik leuk. Even doodgaan door zilvervis, jongens. Doodgaan door zilvervisjes. Pijnlijke dood in Minecraft, zeg ik wel. Pijnlijke dood is dat als je doodgaat door zilvervisjes. Hoppakee. Level 33. Bijtjes. Oké. Kom maar. Spannen er even een aantal. Kom maar even met die bijtjes. Die kunnen wel eventjes hier gewoon gespand worden. Of ik er maar eentje te slaan, worden ze allemaal boos. En dan gaan ze hem allemaal stelen. Dat betekent dat zij ook doodgaan, jongens. Jullie weten wat jullie mee bezig zijn, hè? Jullie weten wat jullie aan het doen zijn. Als je mij steekt, ga je zelf dood. Level 34. Een panda en een polarbeer. Ik ga die polarbeer gewoon spannen. Want als ik die sla... Zeker als die babytjes hebben. Als die babytjes hebben, worden ze ineens heel gevaarlijk. Dus laten we heel veel babytjes spannen. En dan gewoon lekker doodgaan. We zijn aan het speedrunnen hier, hè. Level 35. Wat hebben we? Een trader lama en een normale lama. Die moeten we dus ook gewoon spannen en slaan. Spannen en slaan. Want die spugen dan op je, volgens mij. Hier, kijk. Oh, nee, trouwens, volgens mij gaan die elkaar dan ook helemaal op de rol spugen. Oh, jee. Oh, jee. Oh, jee. Wat ben ik aan het creëren? Wat ben ik aan het creëren? Hier, ze spugen ook op elkaar, jongens. Je moet op mij spugen. Spuug op mij. Niet op elkaar. Spuug op mij. Dat klinkt heel raar. Jullie moeten niet elkaar doodmaken. Jongens, ik ben de target hier. Oh, wat is dit de meest chaotische tot nu toe? Dit is echt de meest chaotische tot nu toe. Ik heb hier een soort oorlog gecreëerd. Hopelijk ga ik dood. En voordat zij allemaal dood gaan, ik bewaar maar voor de zekerheid wat... Nee, dit red ik al. Dit redden we wel. Oh mijn god, er gaan zoveel lama's. Zelfs die baby lama's zijn aan het spugen op elkaar. Die hebben een oorlog. Jongens, ik ben de target. Hallo. Hallo. Ja, nog eentje. Ja, goed zo. Dat was chaotisch. Hey, weer een waterlevel. Level 36. Wat hebben we? Pufferfish. Oh, pufferfish kan ik al regelen. Kom maar. Kom maar, jongens. Lekker veel pufferfishes. Lekker veel pufferfishes. Die hebben me zo vermoord. Level 37. Wat hebben we? Oh. Oh my days, waar komt dit vandaan? Hallo? Hallo? Niet op elkaar. Nee, niet op elkaar. Doe nou op mij. Waarom moeten ze elkaar nou weer proberen te pakken? Elke keer... Oh, lama opgelost. Ik wou wat zeggen, maar het was niet eens nodig. Level 38. Wat is dit? Wat zijn dit? Wat zijn dit voor dingen? Wat hebben we hier? Oh, dit zijn shulkerboxies. Oh, joh. Shulkerboxies. Kom maar, jongens. Hey. Kom maar, ik zal jullie even allemaal hier gewoon spannen. Even een leuk plekje geven waar jullie mij kunnen vermoorden. Hebben ze allemaal gespand. Kom maar, jongens. Komt er maar. 1 en 2. 1 en 2. Nog eentje. Tonk. Level 39. Wat hebben we hier? Dit zijn rabbit spawn eggs. Oh, dit zijn zeker killer rabbits, dit. Ja, kijk, het zijn killer rabbits. Dat zijn die witte. Die witte killer rabbits, jongens, die zijn gevaarlijk. Die hebben rode ogen. En die vallen je gewoon aan. Het zijn gewoon gevaarlijke konijntjes. Hé, hey, wat is dit? Het ziet er ineens anders uit. Het zijn ineens in netherite hier. Oeh, een wither. Oké, kom maar op. Kom maar op, hé. Komt er maar. 1, 2, 3, 4. Tonk. Toen, toen, hoppakee. Nou, dan gaan we gewoon door de explosie al dood. Hij hoeft me niet eens aan te vallen. Ik wil gewoon door de explosie, als hij actief wordt, wil ik al doodgaan.
Onto my winner. 1, 2, 3. Boom. Level 41. We zijn goed op weg, jongens. We zijn goed op weg. Een villager spawn egg. Oké. Okay. En wat gaan villagers? No way dat ze me aanvallen. Ik wou net zeggen. Ze vallen toch niet aan. Hey joh. Hey joh. Als ik hun sla, dan krijg ik damage. Wat is dit voor raar iets? Maakt mij niet uit. Ik weet hoe ik dit level haal. Gewoon villagers in elkaar slaan. Een favoriete taak in Minecraft. Level 42. Wat hebben we hier? Minecraft kous. Huh? Even Minecraft koeien. Wat moet ik doen? Een koe spannen? Doet hij dan iets? Hierin. Wat doet dit? Moet ik ze hierin spannen? Oh, dit is wel even een mysterie wat ik hier moet doen. Misschien door entity cramming, dat ik dan dood ga. Ja, kijk, kijk, kijk. Entity cramming. Ja, entity cramming! Dan zijn er te veel entities, te veel beesten op één locatie. En dan ga je daardoor dood. Dan word je zeg maar doodgedrukt. Dat is het idee. Oké, okay, wat hebben we hier? Een pig spawn egg, een villager spawn egg en een trident met channeling. Dat zou bliksem. Nee. Ja, oh, oké. Okay. Een villager spawn egg en... Oh, ik weet hem al. Een zombie pigman creëren. Kijk, boom, en een heks. Een zombie pigman en een heks. Dan gaan we die ook slaan. Dan gaan ze hem allebei aanvallen. En dan gaan we dood. Dan gaan we dood. Hoppakee. Ah, die moest ik even over nadenken. Ik snap niet precies wat ik moest doen, maar uiteindelijk wel. Chorus fruit. Oké, dan teleporteren we waarschijnlijk hier ergens buiten. Kom op. Ik wil even op het dak of zo teleporteren. Ja, en dan kunnen we naar beneden springen. Gewoon echt precies ook op het dak, hè. Ah, dat was ook niet echt een andere locatie waar ik naartoe kon teleporteren. Level 45. Moet ik nou gewoon wachten op de lava of zo? Doe ik mezelf omhoog? Oh, ik weet het al. Een hoorspanner plaatsen. Moeten we wel voorzichtig zijn, want ze moeten... Nou, trouwens, dat maakt echt geen reet uit. Kom maar, paardje. Jij bent de eerste. Moet ik je eerst temmen? No way dat ik... Oh, ik moet hem eerst temmen. Oh my god. Dat gaat echt lang duren. Nou, kom op. Word even getemd. Word even getemd. Hou even van mij. Kom op, paard. Geef even hartjes. Wat ben je moeilijk aan het doen? My god. Ja, goed zo. Dan doen we een zadel op. En dan probeer ik te springen zonder het paard te vermoorden. Komt hij gewoon een beetje halverwege. Zo. Ja, 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 ja. Nog een keer. Nog een keer. Komt hij? Ja, perfect. Nog een keer. Ja, perfect. Laatste keer. Boom. Lekker paard. Hebben we goed gedaan samen. Wat hebben we hier nu? We hebben een varken. We hebben een zadel. En we hebben een carrot on the stick. Plaatsen het varken. Doen deze erop. Pakken deze. En dan. En nu. En nu. Oh, hier kunnen we gewoon erin. Kijk. Huh? Ja, hoppakee. Daar gaan we. Nee, varken. Het spijt me. Jij had niet dood moeten gaan. Misschien kan ik eerder dood gaan dan jij. Nee, we gaan samen dood. Dikke F voor dit varken. Hij verdient beter. Hij verdiende beter dan dit. Kijk, we hebben nu ijs. Ik denk dat ik dan een boot moet... Ja, we moeten gewoon suffocaten in een boot. Zo simpel is het. Daar gaan we. Hele simpele taak dit. Wel een trage dood weer, maar hij is wel goed te begrijpen. Level 48. We zijn ver. Oh, nu moeten we doodgaan door suffocating van een boom. Wat ik dan het beste kan doen is zo. En dan ga ik waarschijnlijk... Nee. Oh, ik weet het al. Gewoon hier eentje plaatsen. Laten groeien. Kom op, groei dan. Groei dan. Doe lijp dan. Doe lijp dan. Trouwens, ik heb een beter idee. Gewoon dit slopen. Dat doe ik moeilijk trouwens. Ik kan gewoon dit doen. En dan gewoon letterlijk op die manier doodgaan. Hier, dit is het gewoon. Dit is letterlijk de manier. Dit is the way. We doen even kijken. Hier een boom. Nee, hier een boom, hier een boom, hier een boom. Groei maar. Groei maar. Groei maar. Groei maar. En tot slot. Oh mijn god, heb ik te weinig boomwiel bij me. Ik heb te weinig boomwiel bij me. Hoe kan dat nou? Zo, doen we deze pak hier. En dan deze laten groeien. En dan gaan we dood door suffocating. Opgelost. Level 49. Wat gaan we doen? Oh, oh mijn god, ik schrik me kapot. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ah! Dat was heel random. Level 50. Dat was echt heel random. We hebben niet Lytra. Oké. Okay. En we hebben vuurwerk. Oh, dan moeten we door kinetic energy doodgaan. Toen, 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 toen. Jee. Kinetic energy, dat is het. 51. Powdered snow. Kom maar op. Ik wil wel heel graag gewoon zo, 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 zo. Trouwens, dat maakt het uit. Ik kan er gewoon in staan. Twee is genoeg. Twee had genoeg geweest. Maar het duurt lang. Oh my god, dit duurt lang. Oh, dit gaat echt eeuwen duren. Oh, deze gaat eeuwen duren. Hey, we zijn dood. We zijn dood, level 52. Een trident. Wat moet ik doen? Gewoon op mezelf. Mikken. Is dat het? Moet ik hem koppen? Deze kan ik koppen. 1, 2. Tonk. Oké, dat viel heel erg tegen. Wacht, ik heb een idee. Ik heb een idee. We gaan er gewoon meerdere tegelijk gooien. We gaan er meerdere tegelijk gooien. En 1. Oh, en 1. En 2. En 3. Oh, dat gaat niet helemaal goed. 3. Nee, mis. Raak en... Kom, kom, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Raak. Nog eentje. En dan gooien we deze erachteraan. En dan gooien we deze erachteraan. Voor de zekerheid. Stel ik mis. Maar we missen niet. Level 53. Dripped out. Oh, er is heel veel dripstone hier. Loyalty. Waarom heb ik dit? Waarom heb ik dit? Wat gebeurt hier? Oh, wacht, kijk. Oh, 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 ik snap, ik snap, ik snap, ik snap, ik snap. We gaan zo kleintje doen. Kijk, let op, jongens. Dan moet ik met de trident op een dripstone. En als het goed is, valt hij dan op me. Komt hij? Donk. Dan is het niet de trident die pijn doet, maar is het de dripstone die pijn doet. Komt-ie. Hier, zie je? Je zou zeggen dat het de trident is, maar het is daadwerkelijk de dripstone die naar beneden valt.
die op mijn hoofd valt, die mij daadwerkelijk damage geeft. Zo, level 54. We zijn er bijna, nog 16 levels. Villagers spawnen, Curse of the Illagers. En bedden. Ik weet niet precies wat idee is. We gaan niet slapen in een bed. Wat doet dit? Curse of the Illagers. Wacht, eerst even heel veel villagers spawnen. Eerst even meerdere spawnen. Wat doet dit als ik deze nu drink? Dan heb ik Bad Omen. En dan als we een villager slaan of zo? Wat doet dit? Ik weet niet precies wat hier gebeurt nou. Nog wat bedden plaatsen. Nog wat bedden plaatsen, jongens. Ik weet niet precies wat ik moet doen met Bad Omen nu. Normaal heb je dan kans op een raid, maar het lijkt me heel random als hier een raid zou starten. We gaan er gewoon een aantal slaan. Kom jongens, kom maar. We gaan er gewoon een aantal slaan. Oh, kijk, er is een raid. Ja, er gaat een raid beginnen. Oh, er gaat een raid beginnen. Dat betekent dat de pillagers gaan spannen. Die gaan mij vermoorden. Die gaan niet alleen mij vermoorden. Kijk, oh mijn god, wat een chaos. Jongens, het spijt me enorm. Het spijt me enorm dat ik dit heb gecreëerd. Als het goed is, gaan ze ergens spannen. Oh ja, daar zal je ze hebben. Daar zal je ze hebben. Kom maar jongens. Vermoord me maar. Schiet me maar lek. Schiet me maar lek. Oh, deze is easy jongens. Ik wist niet precies wat er ging gebeuren. Ik dacht misschien een raid, maar uiteindelijk was het ook gewoon een raid. Kom maar jongens. Nog maar 4 hartjes. Hoppakee. Level gehaald. Level 55. Wat hebben we hier? Een piglin spawn egg en gold. Oké. Maar we gaan gewoon geen gold aandoen. Want dan vallen ze me aan. Als ik geen gold aandoen, vallen ze me aan. Anders gaan ze me niet aanvallen. Huh? Wat willen ze van me? Ze slaan niet. Moet ik wel gold aandoen? Wat het? Moet ik gold met jullie ruilen? Of ruilen? Dat het misschien is? Hier, kijk. Neem gold, jongens. Neem gold. Ruil met mij. Ruil met mij. Drop spullen. Geef mij goede spullen die mij kunnen vermoorden. Juist, goed zo. Oké, gravel. Gravel kan ik meewerken. Gravel kan ik meewerken. Aan de kant. Aan de kant. Aan de kant. Aan de kant. Ja. Nee! Ga nou weg! Oh, jongens, hier is gold. Kijk, hier ligt helemaal gold. Lekker. Pak het maar. Goed zo. Oh, wat irritant. Oh mijn god, wat irritant. Laat me nou met rust. Ga mijn hok uit. Ik heb gravel, daarmee kan ik dood. Ja, sukkels. Sukkels. 1, 2. Ha! Op deze manier kunnen we dood. Wel van mijn armor uit doen, misschien dat het sneller gaat. En boom. Level 56. Een geit. Oh, oké. Ik weet hoe ik dit moet gaan doen, jongens. We moeten gewoon die geit slaan en dan gaan ze als het goed is gaan ze op me afrennen. Als het goed is gaan geiten naar die rennen op je af. Komt ie? Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Trek een sprintje en vermoord me. Trek een sprintje en vermoord me. Dat is toch hoe het werkt? Is dat niet hoe het werkt? Ik heb hier een goathoorn. Doe iets. Ram mij. Ik weet dat jullie het kunnen. Hier jongens, word boos op mij of iets. Hoe zorg ik dat jullie boos worden op mij? Wat een lief babygeitje. Waarom worden jullie niet boos op me? Is er een hoorn die ik moet doen die jullie niet leuk vinden? Ik ga ze gewoon allemaal proberen. We beginnen links. Ik ga gewoon alle hoorns proberen. Misschien is er eentje die ze allemaal niet leuk vinden. Ah, hij werd boos op me. Ik schrok ervan. Zagen jullie dat, jongens? Ik moet gewoon stilstaan. Ik denk dat het is. Gewoon stilstaan. Ik moet ze genoeg ruimte geven om te kunnen rammen. Dus wat ik ga doen, ik ga er gewoon meer spannen. Ik ga er gewoon meer spannen in de hoop dat er genoeg goats zijn die mij willen rammen dan. Dat er gewoon genoeg goats zijn. Dan gaan we gewoon stilstaan. Hier, we spannen er heel wat. We spannen er heel wat. En volgens mij bij deze ging er iemand rammen. Ik denk niet dat het ermee te maken heeft. Nu gaan we gewoon stilstaan. Misschien gaat er eentje gaat me wel aanvallen. Ja, kijk, daar gaan ze. Daar gaan ze. Ze zijn boos. Ze zijn boos. Gewoon stilstaan. Niks doen. Stilstaan en niks doen. Dat werkt. Dan gaan ze blijkbaar gaan ze me allemaal om de beurt gaan ze me rammen. Stilstaan en niks doen. Werkt heel goed. We zijn al op de helft. We zijn al op de helft. Laten we kijken of er nog eentje boos op me afkomt. Vast wel. Ik toeter nog een keertje. Misschien vinden ze dat helemaal niks als ik ga toeteren. Kom maar, jongens. Kom maar, geef me klappen. Kom op. Ik maak jullie boos. Ja, oké, dat is top. Nog een keer, goed zo. Ja. 2,5 hartje. 1,5 hartje. Kom op, jongens. Kom op, word even boos op me. Word boos op me. Ik hoef letterlijk niks voor te doen. Die geiten rammen je gewoon omdat ze er zin in hebben. Ja. 1 hartje. Oké, dat is nog 1 of 2 klappen. Nog 1 of 2 klappen. Lang level dit. En ja, we hebben hem. Echt weg van die poepgeiten. Oké, hier hebben we een respawn enkel. Jongens, dan ga ik jullie wat leren. Je kan een respawn enkel plaatsen. Die kan je vullen met glowstone tot die vol is. Maar als je er een opstaat en je doet er nog één, boom, dan ontploft die. Goed zo. Level 58. Een wandering trader en een emerald. Wat kan ik ruilen met jou? Wat valt er te ruilen met jou? Dripstone. Je dripstone vind ik prima. Even kijken. Laten we er gewoon nog meer doen. Misschien dat we nog meer goede deals hebben voor me. Een pufferfish. Ja, oké, die is ook prima. Pufferfish, die kan mij ook vermoorden. 1, 2, 3, 4. Hoppakee, kom maar jongens. Kom maar met die pufferfish. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar. Juist, lekker, hé. Hoppakee, vermoord me maar. Level 59, we zijn er bijna. Oh mijn god, wat is dit? Een villager spawn egg. Nog meer villager spawn eggs. En nog meer villager spawn eggs. Kan ik met... Oh, wacht. Ik moet ze... Ah, oké. Okay. Wat gaan we ze geven? Wat voor baan? Is er een baan wat dan gevaarlijk gaat zijn voor mij? Hier misschien deze?
doen we ook nog deze. We gaan laten we alles plaatsen eerst. We gaan gewoon elke optie plaatsen en dan gaan we gewoon allemaal villages spawnen hier. Oké, we hebben er al twee. Dat betekent dat we nog hier eentje, hier eentje, hier, 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 hier en hier. Dan hebben ze allemaal een baan. Dan hebben wij het zwaardje. Dan hebben wij emeralds om te ruilen. Wat voor nuttigs hebben ze voor me? Nee, dat is niet nuttig. Nee, dat is niet nuttig. Dat is ook niet nuttig. Niet nuttig. Niet nuttig. Niet. Niet. Hebben ze niks nuttigs voor me? Hebben jullie niks nuttigs voor mij, jongens? Waarmee ik mezelf kan omleggen. Misschien deze hier, als ik hier gewoon een beetje mee ruil. Ze hebben niks nuttigs voor me. Ja, ik dacht misschien dat ik hier een potion of zo kan kopen uiteindelijk. Als we genoeg met deze guy ruilen hier. Misschien kan ik een potion uiteindelijk. Doe even level up. Doe even level omhoog. Dan kunnen we glowstone. Misschien dat je dan daarna potions aan me verkoopt. En de pearls. Ja, en de pearls zal het wel doen. En de pearls zal de taak doen. Huh. Nee. Misschien kan ik er doorheen glitchen. Nee. Oh, we zijn er doorheen geglitcht. We zijn er doorheen geglitcht. Let's go. Level 59 is gehaald. Oh, daar ben ik heel blij mee. Anders vond ik het een heel moeilijk level. Level 60. Nog 10 levels te gaan. De Deep Dark. Moet ik een... Oh, ik moet een warden spawnen. Kom maar. Kom maar, warden. Spawn maar, jongen. Spawn maar en vermoord mij. Oké, waarschijnlijk moeten we 3 keer moeten we dit zwart laten worden. En bij de 3e keer spant de warden. Laten we gewoon even rond blijven rennen. We plaatsen een paar van die dingen. Dan rennen we even een paar keer vrolijk rond. Totdat de warden spant. Als het goed is, moet hij nog 1 keer zwart worden. Ja, nu zal hij spannen. Als het goed is, gaat nu de warden spannen. Het is de 3e keer. Als het goed is, nu elk moment uit de grond zal hij kruipen. Komt-ie? Komt-ie? Ja, hey, knul, jongen. Hoe is het? Hoe is het met je? Lang niet gezien, hé. Ja, dat was heel snel. Level 61. Een horsepan, een skeleton horse en een zombie horse. Dit is gewoon wettelijk weer hetzelfde idee. Gewoon suffocaten. Gewoon paardspannen. Eerst het paard weer trainen dat hij van me houdt. Oh, dat gaat weer echt lang duren waarschijnlijk. Kom op nou, paardje. Oh, dit werkt ook. Je mag er ook zelf heen lopen. Maar het idee is dat ik eerst een zadel op je doe, want dan kan ik het zelf controleren. Ah, het werkt ook zoals dit. Ik bedoel, ik heb hem nog niet eens getraind. En hij is mij letterlijk aan het vermoorden, het paard, op deze manier. No way. Ik heb hem gewoon niet hoeven trainen. Ik heb hem gewoon niet hoeven trainen. Goed, level 62. Een illusioner. Wat is nou weer... Wat is dit nou weer? Wat is een illusioner nou weer? We gaan er heel veel spannen. Ik vind het cool. Ik vind het cool. Deze die kom je nooit tegen. Deze kom ik letterlijk nooit tegen in Minecraft. Wat is dit? Level 63. The Lonely Mountain. Een bucket en een cauldron. Oh, kijk, 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 kijk. Kom maar. Laten we even een cauldron, jongens. Laten we al die cauldrons hier even plaatsen. Want ik zie dat hier lava dripstone boven hangt. Waardoor wij netjes wat lava kunnen opvangen. En dan hoeven we alleen maar in de lava te gaan zitten. En dan gaan we dood. Heel simpel. Level 64. Een zombie spawn egg. En een fire wand. Huh? Even kijken. Waar heb ik de fire wand voor nodig? Oh, dan doet hij ook nog extra vuur damage. Of ja, dan doet hij nog extra vuur damage. Was niet eens nodig geweest, maar helemaal prima. Level 65. De Nazgul. Huh? Oh, nee. Oh, het werk wordt wel voor me gedaan. Kom maar, jongens. Komt er maar. Het werk wordt voor me gedaan. Let's go! Deze is lekker makkelijk. Ik hoef alleen maar gewoon te wachten tot we doodgaan. Gewoon te wachten tot we doodgaan. Zo. Level 66. Bob de Builder. Oh, dit is wel weer suffocating, denk ik. Maar dan in kleur. In stijl. Letterlijk weer mezelf suffocaten, maar dan in stijl. Toenk, 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 toenk. En tot slot, toenk. Letterlijk hetzelfde als wat ik al 3 keer, 4 keer eerder gedaan heb. Level 67. Nog 3 levels te gaan. Hier moet ik mezelf door... Oh, oké, okay, dit is leuk, jongens. Want dan kan je rockets kan je afschieten. Ik zal het wel even laten zien. Kijk. Je kan volgens mij... Kan je, als je het zo doet... Ja, kijk, zo jij. Moet je mijn rockets in je linkerhand doen. En dan laat je een rocket zien. En dan kan je hem schieten. Maar het ding met raketten is... Die doen damage als je hem vanaf te dichtbij doet. Dus wat je kan doen... Is gewoon een paar keer die rockets afschieten. Toenk, tot je langzamerhand doodgaat. Heel mooi, heel mooi. Level 68, crawling. Oh, we moeten hier even naar beneden kruipen. Daarvoor hebben wij een trapdoor. Die trapdoor kunnen wij hier plaatsen. En dan plop, klikken we zelf naar onder. En dan vallen we naar beneden. Nou, we gaan trouwens wel lekker door valdamage. Zo, dat gaat sneller. Valdamage is even wat sneller. Zo, level 69. Even kijken. Wat is dit? Explorer? Basilic? Wat zijn dit allemaal voor rare dingen? Oh my days. Lightning in the bottle. Die vind ik leuk. Werewolf. Dat doet niks. Een weerwolf. Bubble shards, dat doet ook niks. Een dragon's breath, dat doet ook niks. Oh, dat is ook damage. Oh, en basilic fangs. Jeetje! Wow! En dan tot slot explode oh nut. Oké, die heeft uiteindelijk het werk gedaan. Het laatste level, jongens. Level 70, de grand finale. Oh, ik mag met end crystals gaan klooien. Ik mag met end crystals gaan klooien. Laten we er eerst hier eentje doen, zo. Laten we er dan hier eentje doen. Hier eentje, jongens. Het is de finale. We gaan het netjes afsluiten.
We gaan het netjes afsluiten natuurlijk. We gaan erg ons best doen. We gaan erg ons best doen om dit netjes te doen. Zoveel mogelijk van die crystals plaatsen. Dan hoef ik er alleen maar op te klikken. En dan ga ik dood. Ik hoef er alleen maar een klikje op te geven. En dan gaan we dood. Zijn we er klaar voor? In 3, in 2, in 1. Boom. Oh, wauw, dat was echt heel teleurstellend. Nog eentje dan. Oké. Dat was heel teleurstellend. Respawn, we hebben hem! We hebben 70 manieren gevonden om mezelf uit te schakelen. No way. Ik dacht echt dan... Ik ben benieuwd of ik echt 70 ga halen. Maar ja, we hebben ze alle 70 gedaan. Oh my days. We kunnen hier even met die Elytra kunnen we even rondvliegen. Kijk hoeveel levels we gedaan hebben, jongens. Kijk hoeveel levels we gedaan hebben. We hebben 70 verschillende levels uitgevoerd om onszelf uit te schakelen. En het is helemaal gelukt. Vond je dit nou echt een hele leuke video? Vergeet dan zeker even niet te liken en deze video hier te kijken. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Zeker een aanrader als je dit nog niet hebt gekeken. En nu spreek je later. Glaasje water. Doei.